1-2, dat moet hard aankomen. Ja, maar ik denk dat Stijn de goede analyse geeft. Ik denk dat wij de eerste helft zonder echt uitgespeelde kansen te hebben gehad. Buiten die kopbal, denk ik, van Eno die onderkant lat niet in doel valt. Denk ik, hadden we de wedstrijd onder controle. En hadden zij, denk ik, buiten helemaal in de beginfase een aantal corners niet echt of geen dreiging. Oké, onder de rust dan. Dan weet je dat je toch wel wat mensen nog op de bank hebt zitten die aanvallend eventueel het verschil kunnen maken. En dan bij de eerste corner maken zij 0-1. Ja, dat was even een tik. Dan hadden we het even moeilijk. En dan maken we, denk ik, op enthousiasme de 1-1. En het kantelmoment, zoals Stijn ook zegt, is denk ik die kans van Patosi. Als je dan direct daarna de 2-1 maakt en dat moment pakt, ja, dan denk ik dat je die wedstrijd wint. Okay. Dan in ons enthousiasme lopen we in hun mes, want ze hadden al twee mogelijkheden daarna waar ze het vergeten af te maken. Hebben wij nog een aantal mogelijkheden, halve mogelijkheden om de wedstrijd te winnen. En dan is het een dubbeltje dat naar twee kanten kan vallen. En vandaag valt het naar de kant van Waasland-Bever. Daardoor staan we nog altijd met 5 punten onderaan. Baart je je zorgen? Ja, het is te weinig. Hè. Ik denk dat je, zoals Stijn ook zegt, je moet je momenten pakken. Je had een aantal punten meer kunnen hebben, maar dat is verleden tijd. We moeten ons focussen op de toekomst en nu 2 weken keihard werken en dan de volgende 5-6 wedstrijden aanvatten. Dat keihard werken, in welke richting wil je dat dan zien? Ja, ik denk vooral vooraan. Denk ik dat we efficiënter moeten zijn. Hè. Op zich spelen we niet slecht tot in de zone van de waarheid. En daar moet je je momenten pakken. En dat hebben zij vandaag wel gedaan. Dat hebben wij nagelaten. Nogmaals, het is, als je 1-1 maakt en je maakt dan direct die 2-1, dan straf je de tegenstrever af. En dan kan jij vanuit een organisatie gaan voetballen, moeten zij komen. Maar in plaats van 2-1 wordt het dan 1-2. Ja, en dan weet je dat het moeilijk wordt. Je zegt het is zwak in het aanvallend compartiment, maar je zal het wel moeten doen met de spelers die er zijn. Hè. Hoe moet je die dan naar meer efficiëntie leiden? Ja, oké, we moeten daarop trainen. We hebben daar ook een heel week op getraind. En je moet die spelers ook het nodige vertrouwen geven. Hè. Je kan inderdaad nu spelers gaan afmaken, maar ze hebben uiteindelijk, denk ik, beide ploegen hebben 100% ervoor gegaan om die wedstrijd te winnen. Oké, je verliest hem, dat is spijtig, maar we moeten vertrouwen hebben in de kwaliteit dat we hebben en het is nog een lange weg. Maar het zijn ook nog 24 wedstrijden, denk ik, om toch nog een remonte in te zetten. Euforie bij Waasland-Bever in de kleedkamer, bij Lokeren de kopjes naar beneden. Kan dat gebruikt worden in positieve zin? Ik denk dat je nu even alles moet laten bezinken. We hebben 2 weken tijd voor de volgende wedstrijd. Het is natuurlijk niet leuk, want je had graag die derby gewonnen. En ik zeg het, er waren een aantal kantelmomenten. En oké, vandaag is dat in ons nadeel. Oké.